Ik ben geboren op 5 augustus 1953 in Hoven bij Antwerpen. En hier is de foto van mijn familie. Ja, ik ben het 15e kind van een gezin van 17 kinderen. En ik ben de kleine op mijn vaders schoot. Toen ik 2 was, stierf mijn vader, een arts, bij een tragisch auto-ongeluk. We groeien op met moed die ons een christelijke opvoeding heeft gegeven. Toen ik 14 was, stierf mijn moeder aan een hartziekte. Op dat moment in mijn tienerjaren ben ik gedesoriënteerd. Ik ben op zoek naar de zin van mijn leven. Ik ga niet meer naar de kerk, ik geef mijn studies op, want die lijken enkel een bourgeois manier om carrière te maken. Het is de tijd van de hippies, van de protestzangers. En ik besluit te gaan werken op een binnenschip, een olietanker die vaart tussen Rotterdam, Antwerpen en Charleroi. 'S Avonds in mijn hut lees ik in het evangelie en droom van een betere wereld. Na een paar maanden geef ik mijn werk als scheepsjongen op en breng een week door in een klooster van contemplatieve religieuzen. Zouden deze monniken het geheim van een authentiek leven hebben gevonden? En het is daar dat een van de trappistenpaters mij spreekt over jongeren en volwassenen die leven als de eerste christen. En hij nodigt me uit voor de zomerbijeenkomst van de Focolare, de Mariapolis, wat betekent Stad van Maria. We zijn in 1972, ik ben 18 jaar. Op de Mariapolis word ik met veel liefde begroet en ik begrijp dat het niet alleen om menselijke liefde gaat, maar dat deze mensen me de liefde van God doorgeven. Na een beetje twijfeling of ik hier wel op mijn plaats ben, beslis ik om op mijn beurt te beminnen. Ik duw een rolstoel, ik begin me te openen voor anderen. Ik ontdek wat het betekent om lief te hebben. Tijdens dezelfde Mariapolis, op een jongerenbijeenkomst, ervaar ik zeer sterk de woorden van Jezus, waar 2 of 3 in mijn naam aanwezig zijn en ik in hun midden. Mijn leven en mijn verleden worden verlicht. Ik begrijp de betekenis van het lijden dat ik heb meegemaakt, de gouden draad die me tot hier heeft gebracht. Ik voel een vreugde die ik nog nooit eerder heb gekend. Ik begrijp vooral dat ik kan lief hebben, dat ik kan leven zodat Jezus onder ons is. Mijn leven heeft een doel. Zo hervat ik mijn studies, want ik begrijp dat met liefde alles zin krijgt. Ik heb mijn weg gevonden. En een jaar later vertrek ik naar Loppiano, vlakbij Florentië in Italië. Loppiano is een stadje van enkele honderden mensen, jongeren en gezinnen uit 5 continenten. Een stadje waar de inwoners willen leven zoals de eerste christenen, elkaar lief hebben zoals Jezus ons lief had. Loppiano is voor mij een echte leerschool om te leren lief hebben, anderen nooit te veroordelen. Ook de kracht ervaren van Jezus die in ons midden is als we van elkaar houden, zoals Hij van ons houdt. En dat genereert in mij grote vreugde en geluk. Ik verblijf 4 jaar in Loppiano, waarvan de laatste 2 bij Gen Rosso, hun internationale muziekgroep waar ik zing en dans. Tijdens de tournees en optredens in Italië, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Spanje ervaar ik de kracht van dit ideaal dat de menigte verovert. Na Loppiano en Gen Rosso zenden de Focolare-verantwoordelijken me naar het Focolare in Straatsburg en vervolgens naar het Focolare van Antwerpen om daar mijn studies af te ronden. De komende 20 jaar zal ik leraar Frans, geschiedenis en godsdienst zijn in het secundair onderwijs en geef ik ook taalkursussen voor volwassenen in Antwerpen en Brussel. In onze vrije tijd
organiseren we met een team van animatoren regelmatig samenkomsten en vakanties rond de spiritualiteit van de eenheid voor kinderen en adolescenten, de zogenaamde Gen 3 en Gen 4. We hebben fantastische tijden gehad. Na 23 jaar van Focolare leven in België begrijpen we samen dat dit het moment is om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Mijn land verlaten was niet gemakkelijk, maar wat een rijkdom vond ik in mijn adoptieland, Libanon. Libanon, een land gemarteld door een lange oorlog. Dit volk, dit land dat volgens de woorden van Johannes Paulus II meer is dan een land, maar een boodschap, is voor mij een groot geschenk geweest. De Libanezen raken mij met hun diepgang en hun warme relaties, typisch voor het Midden-Oosten. Ik hou van hun cultuur, hun strijd voor hun identiteit, hun islamitisch-christelijke dialoog. Gedurende 7 jaar heb ik de kans om de Syrisch-Katholieke Kerk te dienen als secretaris van patriarch Pierre Abdelahad. In 2009, na 8 jaar in Libanon, vraagt het werk van Maria me om het vormingscentrum voor Focolarine in Monté, Zwitserland, te vervoegen. Ook dit vertrek was niet gemakkelijk, maar ik voelde het als een nieuwe oproep die God tot mij richtte via mijn Focolare verantwoordelijke. In Monté heb ik de vreugde om gedurende 5 jaar bij te dragen aan het onthaal van de bezoekers en aan de vorming van jonge Focolarini en Gen. Gen betekent de nieuwe generatie van de Focolare-beweging. We zijn met meer dan 30 nationaliteiten. Kenmerkend voor deze periode is het Focolare-leven en de frequente en verrijkende contacten met het centrum van de beweging. De familiegeest ook tussen broers en zussen van verschillende leeftijden die hetzelfde ideaal beleven. Mijn belangrijkste taak was om met een team programma's te organiseren voor de groepen jongeren en volwassenen die ons kwamen bezoeken uit Franstalig Zwitserland en uit de hele wereld. De ervaring in Monté heeft me enorm bereikt. Maar aan alles komt een einde en na 5 jaar krijg ik weer een ander voorstel. Een continent ontdekken dat ik niet kende, Noord-Amerika. En in het bijzonder het Focolare van Montreal. Hoe mooi is het om Quebec en in het bijzonder de stad Montreal te ontdekken. Een cultuur op zoek naar haar identiteit in een steeds meer multiculturele en multireligieuze samenleving. Een unieke kans om ons ideaal dat allen één zijn te beleven. Ik dank God voor alles. Ik dank jullie allemaal van ganser harte en hoop om samen met jullie mijn weg verder te zetten naar ons einddoel.